Sorry, daar ben ik weer. Ik kan maar 10 minuten opnemen, zo te zien. Met die bandicam, omdat ik het niet gekocht heb. Ik weet ook niet hoe dat kan of zo. Ik heb het op 20 minuten staan, maar dat kan zo te zien dus niet. Dat is jammer. Ik speel trouwens soms ook met mijn vriend Joey. Maak ik wat filmpjes. Hij heeft ook een cool YouTube-account. En hij doet vooral Call of Duty games. Ik doe vooral Minecraft, maar hij Call of Duty. Ik speel ook Call of Duty, maar niet zo heel veel. Ik heb trouwens mijn eigen skin gemaakt, deze. Ik heb hem zelf gemaakt. Na deze video dan stop ik. Ga ik dit op YouTube zetten en dan dat is het dan wel weer voor vandaag. Oh mijn god, is het zo hard lag. Ga ik morgen wel proberen om straks nog om de beeldkwaliteit wat beter te maken. Nou, niet beeldkwaliteit, gewoon die lag, die enorme fucking lag. Kan ik echt niet tegen lag. Kompje, ja. Waar zou ik mijn huis maken? Ik moet een mooi plekje zien te vinden. Ik ben nu nog 2 minuten aan bezig. Oh mijn god. Ik ga dit veld wel schoonmaken van bomen. En dan ga ik hier wel mijn huis maken, want ik ga niet verder exploren dat het nog meer gaat lijken. Ik denk trouwens, als ik ga exploren in caves en zo, dat jullie hier dood gaan lachen, want ik ga op de domste manieren altijd dood. Bijvoorbeeld een zieke skelet, negeer ik hem, ga ik bij de lava staan en dan schiet die vent me in de lava, ben ik dood. Daar mijn pickaxe kwijt of zo. Dat zijn echt van die domme manieren hoe ik dood ga. Echt niet normaal. Kan ik mijn spullen niet meer terugvinden. Klote kut, jongen. Oh. Als ik een van die domme manieren dood ga, dan scheld ik me ook altijd kapot. Soms. Godverdomme kudding. Niet normaal. Ik ben trouwens meer van een bouwer dan echt een explorer. Ja, maar dat moet ook gebeuren, dus. Ja. Deze boom alleen nog en ga ik huis maken. Ik maak mijn huis van allemaal andere soorten hout. Maar want ik heb geen zin om precies één houtsoort te collecten. Dus. Wow, zag je dat? Eventjes dat de wereld niet laden. Kon je eventjes cheaten om te kijken. Heel even. Zag je dat? Tegen wie praat ik eigenlijk? Ik praat tegen mezelf. Wat is het toch voor flauwekul? Nee, grapje. Ik kan niet zeggen waarom plaats je hem niet. Waarom plaats je hem niet? Kut computer. Ik wil ook echt een Mac. Maar ik heb geen geld. Ja, ik heb 20 euro. Dat is echt heel veel.
Ik heb geen recorder of zoiets om van mijn tv op te nemen, maar dat heeft mijn vriend Joey wel. Dus ik weet zijn YouTube-account niet meer uit mijn hoofd, maar in een andere episode zeg ik dat wel even. Oh mijn god, dit keiharde boomlek, jongen. Ik heb vandaag ook iets met mijn computer. Dat is niet normaal. Want eerst... Oh. Eerst... wou een vriend van me op een server van hem. En had Camachi nodig. Wou ik downloaden en normaal is dat heel simpel. Oh mijn god, ik kan het eens naar achter lopen. Ja, ik kan het zeggen. Normaal is dat heel simpel en zo, maar nu lukte het gewoon niet. Mijn pc die gaf telkens error aan en zo. Ik werd er helemaal gek van. Ging ik hem afsluiten en moest die ook nog iets installeren en zo. Dat kudding en kon ik echt niet tegen. Heb ik hem weer uitgeklikt. Kon ik ook niet meer met Skype bellen. Oh, dat was zo irritant. Ik kan het echt niet tegen. Maar uiteindelijk heb ik toch Hamachi kunnen downloaden. En Skype doet nog steeds raar. Mijn computer doet helemaal raar. Het is donker, dat is niet goed. Godverdomme. Ik kan echt niet bouwen met lag. Dat zien jullie nu ook al. Dat kan ik niet. Oh mijn god. Ik had echt wat hout moeten bewaren voor kool te maken. Twee deuren. Dus het lelijkste huis wat ik ooit heb gemaakt, moet ik toegeven. Echt het lelijkste huis ooit. Oh mijn god, dit is boomhardelijk. Ik zit nu op 7 minuten en ja, ik ga even een chest maken. 2 chesten. Weet ik wel. Ja. Zo. Hoe maakt... Ik zeg dat ik het wel weet en ik weet het niet. Ik ben echt heel slim. Hoe maak je dat ook weer? Nee, dat niet. Oh, dat hier. Crafting table en een normaal hout. Oké. Zo, ja. Oh, ik heb al een nieuw boek. Dat is goed, denk ik. Even neerzetten. Kom op. Ja. Ja, dat is de goede. Zie, dan kan je allemaal tools maken. Hey. Er zijn ook wat tools meer. Deze bijvoorbeeld. Ik weet niet wat ze doen. Deze weet ik wel. Dat is een axe. En dat is een... Hoe heet dat ding ook weer? Waar je... Ja, een hoe is dat. Dit is een soort van zwaard en kan je mee koken. Dit weet ik niet. Is ook een soort van zwaard, denk ik. Ik dacht altijd, het is gewoon zo'n bordje wat je neer kan zetten. Dus ik probeer het neer te zetten. Ik dacht, what the fuck, waarom lukt het niet? Een dagger, daar kan je mee gooien. Als je rechter muisknop met deze doet, de rapier, dan ga je naar achteren. Als je rechter muisknop ingedrukt houdt met deze, met longsword.